Deze trainingen worden gegeven omdat wij producten op de markt brengen. En wij graag willen dat de mensen die onze producten gaan monteren, dat die ook daarmee goed aan de gang gaan en van ons product ook een goede installatie maken. Het kennisniveau in de installatiebranche is tweeledig. Je hebt de F-gasmonteurs die al gewend zijn met een warmtepomp om te gaan, omdat het iets van een koelinstallatie betreft. Die zijn bekend in de koeltechniek. En we hebben nu een nieuwe instroom van CV-monteurs, van CV-installateurs, die een gasinstallatie perfect kunnen maken. En nu met de warmtepomp aan de gang gaan en toch meer informatie nodig hebben dan aan de F-gasinstallateurs zeg maar, gegeven wordt. Ja, de cursisten die vandaag op training geweest zijn, die kunnen morgen feitelijk gewoon een warmtepomp waarvoor ze vandaag geweest zijn installeren en in bedrijf stellen. Vooropgesteld dat installeren is ophangen en plaatsen. Als ze niet F-gas gecertificeerd zijn, zullen ze daar wel een andere partij voor moeten binnenhalen om de F-gashandelingen te doen. Maar de training is zoverre wel klaar dat de mensen zelf nu aan de gang kunnen om een warmtepomp te gaan installeren. Nou, de eerste tip is, ga er vooral mee aan de gang. Want ik denk als je nu niet instapt in de trein, dat je ook echt de trein gaat missen. We zitten allemaal vol in op warmtepompen. En wij merken het dagelijks dat in de aantallen en in de aanvragen dat het gewoon hot is op dit moment. De tweede tip is, wees niet bang, maar ga ook zeker op zoek naar verhalen en oplossingen die bij jouw bedrijf passen. En de derde tip is, ga vooral opleiding volgen om goed met warmtepompen te kunnen werken. Volg een F-gasopleiding zodat je splitopgestelde luchtwaterwarmtepompen kan monteren. Volg een BESBRL-opleiding om met grondgebonden warmtepompen aan de gang te gaan. Maar wij kunnen wel de hele training verzorgen. Vooropgesteld natuurlijk dat u dan ook met onze warmtepompen aan de slag gaat.